Die jongens die toen gingen, hadden geen paddles, die hadden de geweren. En de Waal oversteken, dus echt snel stromend water, dat doe je niet zomaar. Kijk, ze gaan vertrekken. En het is toch een werk. Kracht. Het was destijds ongeveer 350 meter. Het zal nu een stukje korter zijn. Maar nog steeds. Het is nog steeds. Het is de stroming is er nog. Ja, de rivier is wat smaller dan in die tijd. Maar het is toch gedurfd. En je ziet al, zelfs nu zie je al hoe een bootje wegdrijft van zijn route. Je steekt niet recht over. Hè? Je wordt toch meegesleurd door dat water. Dus je moet ook nog een keer kracht zetten. En je moet dan bedenken. Deze jongens hadden ook nog wapens bij zich, dus ze hadden ook nog. Het was gewoon zwaar om iets over te zetten. Het zal wellicht wel zo zijn dat misschien wat de letterlijke doodsangst ervoor gezorgd heeft dat ze nog een beetje extra krachten hadden. Ja, en je moet je voorstellen, je gaat naar de overkant, jij peddelt en voor je wordt iemand getroffen. Wat heb je dan voor. Het enige wat je hebt, ik moet zo snel mogelijk aan die overkant zijn. Dus er gaat een adrenaline door dat lijf van die mensen. Dat kun je je niet voorstellen. Maar je ziet hoe lastig het nu is, hè? 2019, met een modern bootje, met voldoende paddles, getrainde jongens. En nog is het lastig. Ja, en we horen hier aan de Lentse zijde, daar liggen in het gras liggen ook Duitse militairen. Die vuurden toen volop. Er werden ook kanonschoten gelost op de mensen in het water, dat viel in het water. En je moet je ook voorstellen dat vrienden verloren hier hun kameraden. Die werden meegesleurd door het water. Als jij daar zit, wat zou je dan doen? Je kameraad achterna springen? Nee, die laat je gaan. De overkant moet gehaald worden. De overkant moet gehaald worden, ja. Inmiddels wordt er ook vanaf de Duitse kant, om het zomaar even te noemen, flink geschoten. Ja, we horen nu het vuur. Ik zie de eerste die komen op het zandstrand aan. Nou ja, die liggen onder het vuur. Er zat een enorme druk achter die oversteek. Overigens moet je ook voorstellen, wij staan hier stil bij de oversteek hier. Maar gelijktijdig werd bij het Valkhofpark door Engelse Amerikanen ook dat Valkhofpark aangevallen. En ook dat was een waanzinnige actie. Het Valkhofpark, dat was een soort loopgravengebied waar eigenlijk man op man gevechten plaatsvonden. Dus wij herinneren ons hier, we staan stil hier bij de brug, de oversteek. Maar gelijktijdig, aan de andere zijde, werd ook enorm gevochten. Er was ook een enorm vuur. En daar zaten de mensen in schuilkelders, in het Kelfkesbos, in de omgeving, in de kelders van het oude klooster wat er stond, de oude scholen. En je hoorde daar de gevechten. Dus het was niet alleen hier, maar de hele stad stond eigenlijk in brand. Ja, inmiddels komt het eerste bootje nu aan land. Hoe ging het toen verder? Want dan ben je aan land, maar dan zijn die Duitsers er nog steeds. Ja, die Duitsers zijn nog steeds. Ja, je moet oprukken. En dat oprukken, dat moest door die uiterwaarden. Dat ging bijvoorbeeld naar het fort van Lent. Daar zat een enorm bataljon met Duitsers. Nou, het fort veroveren, dat is toch lastig. Hoe kom je binnen? Er was één bruggetje, lag een gracht omheen. Dus ja, kom dan maar eens doorheen. En dat was dodelijk. Niet alleen die 48 doden, die vielen niet alleen op het water, maar die vielen eigenlijk ook als je telt. Ik geloof dat 23 op het water vielen, maar eigenlijk in de eerste 100 meter daarna vielen die andere doden. En sommigen werden getroffen en overleden trouwens, niet op je 20ste, maar 2 dagen later of 3 dagen later. Maar je moet gaan. Hier lagen in dit gebied, moet je je voorstellen, ik denk honderden Duitsers, die trouwens aangejaagd werden door fanatieke SS'ers. Soms waren die Duitsers die hier zaten, dat waren jonge jongens en ouderen, want op het eind van die oorlog was iedereen die man was, die moest in het leger getrokken waren, dus die zaten ook niet geoefende. En sommigen dachten, ik moet stoppen. Want die geloofden niet in overwinning meer, maar die SS'ers, die joegen hun op. En zelfs als iemand twijfelde, dan waren die SS'ers in staat om hun eigen manschappen te doden. Nou, onder die druk zaten ook die Duitsers. Hè? Dus je komt hier aan land. En het is, wat zal het zijn, 1500 meter naar die Waalbrug toe. En ze gaan 's middags om 3 uur steken ze over. En 's avonds om 6 uur, 7 uur staan ze bij die Waalbrug. En dat is dus een enorme strijd geweest. En ik zeg altijd, je moet stilstaan bij de Amerikanen die omkwamen. Dat waren waanzinnige helden, jongens die stap deden. Maar bedenk ook, in dit gebied, honderden Duitsers zijn hier omgekomen. En ik zeg altijd, nu moet je ook stilstaan. Dit gebied hier, waar wij hier staan, aan de Waal, aan de Lentse zijde,
is voor mij het verhaal van de waanzin van oorlog. Jongens die gedwongen werden, ook Duitsers die moesten vechten. En zelfs op de spoorbrug stonden Duitsers die zich wilden overgeven. Maar in deze strijd werden geen krijgsgevangenen gemaakt. Misschien dachten die Amerikanen er ook niet aan, want ze werden natuurlijk ook enorm bestookt. En pas in de jaren 90 was er een Amerikaan, Captain Burris, die heeft een boek geschreven, die zei van eigenlijk hebben wij, die was hier een van de mensen die ook overstak, die zei eigenlijk hebben wij gespot met alles wat met oorlogsrecht te maken heeft. En die had in de jaren 90, keek die toch terug, stond erbij stil, keek ook naar die Duitsers en zei van ja, dit had ook niet gekund. En ik vind het toch mooi dat je na die tijd die reflectie krijgt om na te denken van jongens, ja, wat is oorlog eigenlijk? Dat is een reflectie die eigenlijk ook pas jaren later kan komen natuurlijk. Jaren later. We hoorden het net van Jos Bouten die zich ook die vraag stelt. Zijn voorouders die uit Duitsland komen, die Duitsers die meevechten, ook van ja, wat is dat eigenlijk? Waarom schiet je op die ander? 20-jarigen die op 20-jarigen schieten. Wat is dat? En zij kregen ook maar de opdracht. Ze kwamen ook eens een keer van ver, hè? Zij kenden Nederland niet eens. Zij landen hier en ze gaan hier vechten. En je verliest je vrienden als 20-jarige. Ik kan me daar weinig bij voorstellen eigenlijk. Nou weten we natuurlijk dat Market Garden uiteindelijk mislukt is. De brug bij Arnhem, dat was een brug te ver. Wat is het belang van Market Garden geweest voor deze regio? Het belang van Market Garden, overigens als je achteraf terugredeneert, iedereen denkt, die Amerikanen, die Engelsen, die kwamen om ons land te bevrijden. Market Garden was eigenlijk een operatie om richting Duitsland te gaan. En daarmee moest je door Nederland en dus werden gebieden bevrijd. En ja, Market Garden, we kennen we staan nu stil bij bevrijding, maar bedenk, in Arnhem mislukte het. Daar werden de geallieerden helemaal in de pan gehakt, vele doden gevallen, toch heel bijzonder. Arnhem werd ontruimd, mensen moesten weg. Maar ook in deze regio, wij vieren hier de bevrijding 20 september, maar eigenlijk, ik zeg altijd, de regio is veroverd. Want het gebied werd frontstad. De mensen in Nijmegen, stel je voor, 100.000 mensen telden de stad. Maar die mensen die moesten in de maanden, in de weken na 20 september in schuilkelders leven. De helft van de bevolking. Er was geen licht in de stad. Je mocht s'avonds niet door de stad gaan. Er werd voortdurend gevochten, hier in de Betuwe. We hebben net het verhaal van het Manneneiland gehoord, waar de hele bevolking wegging, waar 1000 mannen moesten overblijven en die het vee en de boerderijen moesten verzorgen. Maar de rest was het militair terrein waar voortdurend gevochten werd. Soms rukten de geallieerden wat op, soms rukten de Duitsers weer wat op. En je kunt je bijna niet voorstellen wat voor een gevechtsterrein dat was, maar toen Nijmegen in de Waalsprong ging bouwen, hebben ze eerst 26 miljoen euro vrijgemaakt om het gebied bomvrij te maken. 26 miljoen euro. En er zijn enorm veel bommen en granaten gevonden. En dan denk je dat was zo tussen 2000 en 2004 hebben ze dat uitgevoerd. Nou, dan wordt in 2013 beginnen ze hier in het graven van de Nevengeul. En dan vinden ze in die Nevengeul 1500 bommen en granaten. Dat zegt iets van het verhaal. En zelfs vorig jaar bij de droge zomer en het laag water werd het fort hier in Lent afgesloten. Want in de gracht rond het fort, dat doken in één keer de bommen en granaten op. 74 jaar na de oorlog. Dus het zegt iets van wat hier gebeurd is. Hoe mensen hier geleden moeten hebben. Hoe de stad geleden heeft. De Duitsers die lagen op 14 kilometer afstand. En die kwamen soms met 100 vliegtuigen boven de stad. Jos Bouten vertelde het toen net ook nog. 100 vliegtuigen die een bommen loslaten. Niet alleen op militairen, maar ook op wijken in de stad. Nijmegen-Oost dat vooral getroffen werd. Daar vielen in die frontstadperiode in Nijmegen nog eens een keer 800-900 doden. Dat is heel pijnlijk. En wat je je ook moet voorstellen, wij waren bevrijd, daar kwamen wel kranten, maar als iemand omkwam, mocht jij niet laten weten aan de omgeving dat hij omgekomen was door een kogel of door een granaat. Nee. Daar stond in de krant omgekomen bij een noodlottig ongeval. Want men was bang dat die Duitsers hoop zouden kunnen krijgen als jij de reden van de dood vertelde. Dus je kunt pagina's advertenties zien, nooit de oorzaken, omgekomen bij een noodlottig ongeval. Ja, dat is. Je moet je voorstellen dat je als ouders dat niet kunt vertellen. Dat is een aparte herinnering, denk ik. Dat je de pijn moet wegstoppen.
En zo moesten die mensen in de stad leven. Soms zijn er ook leuke dingen hoor. Ik kan me herinneren, er heeft wel eens iemand mij verteld. Die woonde in een verwelderde straat, die woonde in schuilkelders. Daar lagen militairen om de heen en die hadden allemaal blikvoer bij zich. En die jongen, die man herinnert zich, is nu boven in de 80, maar die herinnert zich hoe hij als kind in de Verwelderstraat met die blikken en andere kinderen gingen voetballen en blik gingen gooien. En dat was als 7, 8 jaar een fantastische herinnering van, wij deden blikgevecht in de Verwelderstraat. Dus je zit midden in een frontstadperiode en die herinnering blijft boven. Het was oorlog, maar kinderen groeiden ook op. Kinderen groeiden ook werd op. Gespeeld. Ja, en natuurlijk, kinderen, je kijkt naar militairen, je kijkt naar wapens. Maar ja, er zijn ook veel doden gevallen in die periode, ook veel kinderen. Je vond granaten, je moet je voorstellen, bijvoorbeeld de Limos-kazerne, de Krajinov-kazerne in Nijmegen-Oost. Daar zaten de geallieerde militairen. En op 22 september, eigenlijk dus 2 dagen na de bevrijding, komen er kinderen. Militairen zijn natuurlijk, dat vind je als kind mooi. Je ziet er bommen liggen en kinderen gaan met granaten spelen. En dus gaan die granaten ook af. Levensgevaarlijk, ja. Levensgevaarlijk. En dan in één keer, je denkt het is bevrijd, je familie denkt happy. En plots 6 kinderen tussen 8 en 15 jaar dood. Het is even stil nu. Het is even stil nu. De Duitsers zijn een beetje verdreven. Daar wordt gejuicht. Maar bedenk dat deze mannen moesten nog op weg naar de Waalbrug. En daar kwam je dus toch nog een hele hoop Duitsers tegen. Nu is het een mooi wandelgebied, maar toen was het een gebied vol met vuur. De laatste boten worden aan land getrokken. De houten bootjes. Bedenk, het waren toen canvasbootjes. Je kunt ze trouwens nog vinden in het Vrijheidsmuseum. En sowieso vind ik een aanrader om naartoe te gaan. Omdat het Vrijheidsmuseum is net vernieuwd. En in het Vrijheidsmuseum leggen ze eigenlijk de jeugd, de ouderen, de mensen die het bezoeken, leggen ze eigenlijk voortdurend de vragen voor, wat zou jij doen?